ben Antoine Mooy en ik ben met pensioen als forensisch psychiater. En ik ben heel lang als zodanig werkzaam geweest aan het Pieter Bell Centrum als directeur met toezicht op de rapportage. En daarnaast ben ik werkzaam geweest als psychotherapeut, psychoneticus. En ja, daarnaast heb ik een filosofische belangstelling. En als zodanig heb ik ook de laatste jaren weer onderwijs gegeven op het terrein van de filosofie, Heidegger, antropologie, hermeneutiek. En ik heb altijd geprobeerd die verschillende kanten, dus het praktische werk van de rapportage, van de psychotherapie, en ja, die beschouwelijke kant vanuit de filosofie met elkaar te verbinden. En dat heb ik altijd als erg vruchtbaar gevonden. In zover op die manier ben je toch in staat filosofie meer body te geven. En ben je ook, althans heb ik dat ervaren, ook in staat om ja, het psychiatrische werk toch gewoon wat beter te doen. Dat je toch iets meer eromheen kunt inbrengen. Nou, in de greep van de taal, de kerngedachte is een beetje zo van, zeg, we leven in de tijd van de natuur, dus de mens is een natuurwezen. De mens is zijn brein. Hè? En de mens wordt dan daartoe gereduceerd, zeg maar even. En dat is een beetje de grote lijn in alles wat ik gedaan heb, is dat ik zeg, nou ja, natuurlijk is dat brein is ongelooflijk belangrijk. En het lichaam is ongelooflijk belangrijk. Dus dat is het punt niet. Maar ik denk dat je voor het begrip van de mens daarmee niet uitkomt. In zoverre dus daarnaast heb ik zo het idee, het basisidee, de mens is een cultuurwezen. De mens is deel van de cultuur en het is de cultuur die hem tot mens maakt. En daardoor is het lichaam, en daarin is het lichaam opgenomen. Dat lichaam van ons is ook weer cultureel gevormd. Het lichaam van de 19e eeuw is anders dan van ons. Het lichaam van iemand die hoofdwerk doet, is een ander lichaam dan degene die handwerk doet, enzovoort. Dus dat hele lichaam is altijd opgenomen in die cultuur. Maar we zijn altijd in de greep van de cultuur, in de greep van de taal. Wij kunnen de werkelijkheid ook alleen maar bekijken vanuit de taal, vanuit de cultuur. Mensen kunnen zeggen zo van, wij zijn ons brein. Nee, zo kan je dat niet zeggen. Je kunt hoogstens zeggen, wij kunnen ons zien vanuit het perspectief van dat we een brein zijn. Of van dat we DNA zijn. Maar dat wij zijn ons brein, is, we zijn het ons brein, we zien onszelf eventueel als brein zijn of als lichamelijk zijn. Dus je kunt alleen maar de werkelijkheid benaderen niet als wij zijn zo, maar wij kunnen ons of de werkelijkheid zien als bijvoorbeeld brein zijnde of DNA zijnde of wetmatig bepaald zijnde. Daarmee is de werkelijkheid niet per definitie het werkelijke. Valt niet samen met wat de natuurkunde daarvan zegt. Maar dat is maar een perspectief. Dus vanuit het idee van dat we ook de werkelijkheid vanuit de taal zien, betekent dus dat we de werkelijkheid nooit direct kunnen kennen, maar altijd vanuit een bepaald perspectief. Vanuit bepaalde beelden, bepaalde begrippen, bepaalde taaltekens. En dat vat ik samen in die greep van de taal. Dus we zijn in de greep van de taal omdat we in de taal geboren worden. Maar het is ook steeds vanuit die taal zelf dat we naar de werkelijkheid kijken. En die ook leidt tot een soort breuk met die werkelijkheid. En dat is een derde punt. We zien de werkelijkheid niet op zich, maar vanuit de taal. Maar dat leidt tevens tegelijkertijd tot een breuk met die werkelijkheid, omdat wij ja, die werkelijkheid alleen maar zien op een bepaalde manier. Een kind ziet het anders dan een volwassene. Een peuter ziet het weer anders dan een kleuter. Dus, en dat zijn allemaal perspectieven. En je kan niet zeggen, de werkelijkheid van een kleuter is maar onzin. De werkelijkheid van een kleuter is maar onzin. Of de werkelijkheid van een... Dat zijn allemaal perspectieven op de werkelijkheid die allemaal een soort eigen geldigheid hebben. Maar wat die werkelijkheid op zich is, helemaal buiten
al die interpretaties, buiten al die representaties om? Ja, die valt daar buiten. Het is gewoon een theoretisch boek. En het is, in wezen is het ook een moeilijk boek, laat ik het eerlijk zijn. Het is gewoon een moeilijk boek. Maar ik heb het wel geschreven met een didactisch oogmerk. Dus ik heb steeds gezegd zo van, dit kan je overslaan of dit kan je voor de grote lijn, kan je laten rusten. Ik heb wel geprobeerd, als het ware de lezer zo duidelijk te maken, wat nou primair van belang is of wat niet. Ik ben 70, zal ik maar even zeggen. Ik heb dus op allerlei terreinen hard gewerkt, dus ik heb geprobeerd een samenvatting te geven. En dat is een samenvatting, die blader je niet zo door als een roman. Waar je dingen gemakkelijk kunt overslaan. Je kunt wel dingen overslaan, maar je moet je er toch echt in verdiepen. En dan denk ik dat je in vrij kort bestek ook weer veel kunt opsteken. Omdat er toch vrij veel gecomprimeerd in staat van wat ik, zeg maar, heb meegemaakt, zal ik maar zeggen. Maar het is geen gemakkelijk boek. Het is natuurlijk, in deze, is het een filosofisch boek. En dat is als zodanig ook bedoeld. Maar het idee is altijd bij mij, ik hou niet van een filosofie, zo van alleen maar schrijven over Ricoeur of over die of over die. Maar filosofie moet voeden aan de ene kant. Moet het dagelijks leven, moet de wetenschap voeden en moet gevoed worden door. Het blijft een filosofisch boek, het gaat over nadenken en denken over het leven, denken over je ervaringen enzovoort.